Nou, vandaag hebben we even een kleine test of een uitprobeersel van een nieuw apparaatje wat ik gekocht heb, jongsleden. En dat kwam bij AliExpress weg. En ja, dit was het gedingetje, het gevalletje. En het is een Morse decoder. Ja, die waren om bij de 7, 8, 9, 10 euro verstuurd vanuit China. Hè. En dit is het hele geval. Ik denk dat het onderplaatje een Arduino is en hier zit een display op en ja, dit is het eigenlijk. Het stelt niks voor, moet dan worden ingebouwd. Dus ik heb het op een stukje schuimrubber even geplakt voor dat er geen sluiting ontstaat. Goed, nou, er zitten eigenlijk vier ingangetjes op en het display, een side-tune instelling, de toonpitch van het cv-signaal in te stellen. Volgens mij een resetknop en nog een knopje, nou weet ik niet. Er zit geen handleiding bij, hè? Dus je moet het maar zien. En dit is een ledje en dan kun je het signaal mee tunen. Hè? Dus hoe harder de led brandt, hoe beter het werkt. Nou, hier zit de stroomvoorziening. Dit is de input. Hier kun je eventueel nog een externe luidspreker op aansluiten of een koptelefoon. Hier kun je de Morse sleutel op aansluiten. Dat zal ik met deze toch even doen. Even indrukken. Zo, nou, ik zal even spanning geven. En dan een moment, dus even wat behelpen met één hand. En dan start het dingetje op. En dan geeft hij aan CW decoder. Ja, dat is hem. Ach, leuk hebben dingetje. Leuk om ze nu en dan eens even wat mee te spelen. Nou is er dit weekend een contest. En ik zal even een signaal opzoeken. Dat er wat is. Nou, als het goed is, zit het helemaal vol. Even kijken, we dat even kunnen intunen. Soms bijzonder hoge snelheden. Nou, dat kan ik niet nemen, ik neem ongeveer tot 17 woorden per minuut. En dit is net Telex, hè, wat die soms door de lucht komt vliegen. Nou, even een goed signaaltje. Ja, en je kunt aan het ledje nu zien. De decoder moet ze wel even instellen, dus op een snelheid. Dus dat duurt soms even een seconde of wat. Nou, hij staat nog steeds niet. Oké, nou, we hebben al een beetje station ingetuned. Dat gaat behoorlijk snel. LZ5R. We zijn nu aan het CQ'en voor een contest. En dat zie je mooi meeschrijven. Hè? Ik heb even de camera hier wat zo stilgezet, want anders is het ook niet te lezen. Hè? Dan beweegt het te veel. En dan gaan we eens even zien hoe de verbinding hoe dat afloopt. Hè. Komt er niks voor hem terug. En nu misschien wel, nee niet. Schrijft ook wel eens even onzin. Het signaal QSB natuurlijk op en neer. En is dan aan de ene kant de ene keer wat sterker dan de andere keer. Hè. Dus ja, het is soms even geduld hebben. Hè. Maar een leuk apparaatje. Waar je mee, leuk mee uit de voeten kan, hè? Leuk mee spelen kan. Hè? Goed. Nou, dit was even de kleine test van het CW-decodertje. Ik zet wel even een link erbij voor als je hem eventueel ook wil bestellen of zo, hè? Of wat mee wil doen. Je kunt hem er zelf eigenlijk niet eens voor bouwen, hè? Qua materiaal wat erop zit, hè? Voor die prijs. Dus het is ja, grappig.